Hallo, zo prankjes, ik ben Rusman Gamers, een hele kleine video. Ik wil gewoon even zeggen dat alle uploads schuiven vanaf nu een uurtje op. Ik moet het bij de Serpent of Ice nog even gaan veranderen. Iedere dinsdag om 2 uur komt nu een nieuwe Serpent of Ice. Er zijn 20 parts in het spel uitgespeeld, weer een serie af. Het komt erop neer, ik doe alles een uurtje eerder eigenlijk. Grapje. Want ja, laat, 7:30 is niet echt handig om dan nog te gaan uploaden. Dus ik schuif het een uurtje op en als je dan uit school thuis komt, is de kans groter dat er al een video online staat. Voor de mensen die nog steeds niet weten, in de beschrijving staat mijn uploadkalender en daar schrijf ik in principe heel veel op. Oblivion gaat weer verder, want Dinges is af, Dishonored. Ik gebruik voortaan standaard beschrijvingen, omdat die verhaaltjes die ik heb, zijn van die leuke verhaaltjes van Hans is homo, bla bla bla, weet je wel. Dat is heel slecht voor de reclamebedrijven, want die kijken zijn met de reclames, is deels gebaseerd op jouw beschrijving. Als ik heb Hans is homo en kijkt hentai, ik weet dat jullie die heel grappig vinden, alleen dan de bedrijven van, daar wil ik geen reclames op. Dus ik heb nu zeg maar heel laag uitbetaald. Ik denk maar niet dat ik rijk word van YouTube, ik kan gerust zeggen, wat was het? Ik heb voor mij over de maand dat ik 140.000 views had, had ik $60. Dan denk je, $60, maar hoeveel video's heb ik dan niet gemaakt in die maand? Een stuk of 70, dus dan krijg je minder dan $1 per video. En dat is ongeveer $1 per video. Ja, dit is 75 cent. Minder dan 75 cent per video. Een video duurt 15 minuten. 15 minuten renderen. Nog wel langer zelfs. Uploaden. Weet je, dit is echt geen goudmijn. Maar ik doe tenminste standaard beschrijvingen vanaf nu dat jullie het weten. Als jullie niet doen, waar zijn de beschrijvingen? Als je de mooie oude beschrijvingen wil, moet je gewoon het eerste delen van de serie. Daar staan ze nog. Ga ik niet meer kloten. Maar vanaf nu doe ik gewoon een standaard beschrijving. Er staan allemaal linkjes in. Dat was de update video. Vanavond komt. Als het goed is, even kijken. Muurmonteur, rechter, zee, playthrough, deel 5 online. Dat vinden jullie vast leuk. En dan bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet niet te liken en te nemen tot de volgende aflevering. Doei!